klaar? Kom. Ja hoor. Dan ga ik een stand gaan lossen. Het betere plekken. Ja. Verstaan. Ja. Kun je ook net vissen tekort? Nee! Kun je niet tekort? Echt niet! De omstandigheden hier in Zulsterveen waren op zeker ook dusdanig dat men het bad wilde sluiten. Ja, de gemeentebestuur had geen geld meer over voor dit openluchtbad. En toen hebben wij gezegd als vereniging, als dorp eigenlijk, van we willen het open houden. Nou, dat is van zomer voor het eerst gebeurd dat wij het zelf weer doen. Ja. Goed, dan denk je verder en dan zeg je van, wat kun je nou doen? Ja, waardoor het bad een keer naar buiten toe extra aandacht krijgt. Nou, dit is dus een manier. Ja, en nou, onze ervaring is nu al dat het inderdaad een succes is. Want het gaat niet zo goed met de openluchtbaden. Het gaat over het algemeen met de openluchtbaden slecht. En wij hebben ook altijd gezegd, je moet dus service verlenen. Je bent een serviceinstituut als zwembad. Ja, en daarom moet je dus ook zorgen dat je de mensen houdt. Ja, dus je moet zorgen dat men zegt van wij komen toch zwemmen. Ja, en het seizoen moet wat langer gemaakt worden, de dagen moeten wat langer gemaakt worden. En dan komen de mensen wel. Wij hebben het dit jaar heel duidelijk ervaren. Mag jij net even zwemmen? Ik niet. Nee, waarom net? Nee. Ik ben ook wel een zwemliefhebber, maar ik kom er net in. Nee? Ik hoor niet. Dit is een maan net. We kunnen net wel lekker. Ja, het is wel lekker. Ja, dat is wel goed. Dat is wel lekker. Ja. Ik heb hier ook een maar dan is het alcohol. Ja, maar snel naar de kleedkamer dus. Ja. Ik ben al inweg met je. Ja? Is te kort? Ja. Opbrengen. Om dit mogelijk te maken, zijn dus de kleihokjes binnen Oerkapen, zodat we dus warme hokjes hadden. Deze daar zeker 20, 24 graden. We binnen warme douches komen. En het water is dus no 20 graden. En we beschikken dat om op 24 graden te krijgen. Zijn jullie het koord? Ja, het is ja. Oh, we krijgen onder de warme douches. Ja. Wat is er net dit dan? Nee. Bloeien. Is het wel leuk dit? Ja. Ja? Waarom? Nou, ons kies alleen een simmers met zwemmen. En elke keer winter zek, dus wel leuk. Dit wordt de nieuwe alternatieve wintersport in Zurhuisterveen. Gisteravond, toen de kerstman het bad geopend heeft, toen was er hier een drukte van belang. Toen hebben wij al gezegd. Goedemorgen, ik kom hier voor het Juliane Welzijnfonds.